Stel, u heeft een bestaande tekst en u wil die tekst omzetten naar een ander formaat. Ik heb hier het formaat 16:9, dat gebruikt wordt onder andere bij YouTube, LinkedIn, X en zo verder. En ik wil dit omzetten naar een TikTok-formaat. Als u reeds een bestaande tekst heeft, dan kan u hierop klikken. Klikt u hier op 9:16, het formaat van TikTok. Maar u ziet hier onmiddellijk dat de tekst te groot is. We gaan nu naar de eerste pagina. Hier is er geen probleem om de eenvoudige reden dat de tekst past in de marge. Hier past deze tekst niet. Tweede, we gaan hier naartoe. En dus hier zullen we moeten naar werken in de zin van, we gaan dit verkleinen. En hier een beetje opnieuw uittrekken. En nu past hij wel voor TikTok-gebruik. U blijft hier wel met deze zwarte randen zitten, maar er bestaat de mogelijkheid om een tekst die gemaakt is in 16:9 om te zetten in een liggend formaat via het softwareprogramma CapCut. Als u nog geen tekst gemaakt heeft, dan kan u op de homepage klikken, bijvoorbeeld hier op TikTok, en hier een keuze maken uit een video. Klik bijvoorbeeld hierop. Klik op gebruik dit schabloon. Het wordt nu overgeplaatst naar mijn tijdlijn. En hier kan u allerlei wijzigingen aanbrengen. Ook van hieruit kan u kiezen voor TikTok door hier naar schablonen te gaan en hier te klikken op TikTok. Opgelet, Clipchamp biedt de mogelijkheid om ook nog andere formaten te maken. Klik hierop en u zal zien dat er hier verschillende formaten verschijnen. Alles is afhankelijk van het sociale medium waarop u de video wenst te plaatsen.